Zat Jona in het graf? Ja. Misschien herkent u dat ook wel, dat je tijden kunt hebben dat je als het ware in het graf ligt. Hè? En hij schrijft, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Dat is best heftig, toch? Dan ben je nota bene een geroepen dominee. Dan heb God je geroepen. En dan ben je ongehoorzaam geweest. En dan kom je op een punt terecht. Dat Jona zegt, het wier, de planten die groeiden op de bodem van de zee. Dat Jona zich verstrikt voelde tussen de planten in de buik van de vis. Als ik ooit respect gehad heb voor het werk van God, dan is het wel in het leven van Jona. Ik dacht altijd, die domme Jona, die ongehoorzame Jona. Maar er is een man in het Oude Testament, geen tweede man geweest, die zo'n groot geloof had als Jona. Om eigen schuld lig je in het graf. Je bent zelf de oorzaak dat je in het graf ligt opgesloten. Je bent ongehoorzaam geweest. Je hebt niet geluisterd naar de stem van God. En je had bijna het schip met zijn kapitein en zijn matrozen meegesleurd in het verderf. Deze Jona leert in de buik van het graf te bidden. Hij heeft lange tijd niet kunnen bidden. U ook niet? Dat je geen woord uit je strot kan krijgen. En dat je ligt te slapen terwijl het schip in de storm in grote nood is. En op het moment dat Jona zichzelf ervoor over heeft en zegt, werp mij maar in de zee, dan zal de boosheid van de zee zal zich stillen. En de matrozen zijn helemaal niet zo bereid om naar Jona te luisteren. Ze willen roeien en ze willen er alles aan geven om Jona te sparen. Maar God spaart Jona niet. God spaart ook u niet. Als je van je plek af bent, dan gaat God net zo lang door totdat je op de plek bent waar God je hebben wil.